Waar ik achter ben gekomen in mijn leven is dat je zoveel meer kunt dan je zelf denkt. Als het niet linksom kan, dan kan het wel rechtsom. Soms lijkt iets echt totaal onmogelijk en overal is een oplossing voor. Als je er maar naar zoekt en ervoor open staat. Ik ben Tristan Bangma, 24 jaar en ik doe tandemwielrennen. Per week ben ik ongeveer 25 tot 30 uur bezig met de sport, met het wielrennen. Ja, sport is prachtig. Het is emotie en ik kan er alles in stoppen, al mijn energie. En dat vind ik echt fantastisch. Mezelf uitdagen, het uiterste uit mezelf halen. Dat is wat ik heel graag doe en waar ik heel veel energie en voldoening van krijg. Ik ben visueel beperkt. Ik heb opticus atrofie. De beelden komen wel goed binnen, maar ze worden niet goed doorgezonden naar mijn hersenen. En daardoor heb ik een beperkt zicht. Ja, voor mij is de oplossing om toch op hoog niveau te kunnen sporten de tandem. Dus ik zit achter op de tandem, dat noemen ze de stoker. En voorop zit de piloot. Ik fiets samen met Patrick Bos. En op die manier kan ik dus sporten en op het allerhoogste niveau wielrennen. Daarnaast red ik me heel goed in het dagelijks leven. Dus ik ben niet echt beperkt daarin. En ik laat me ook niet beperken. Natuurlijk is het prachtig dat we goud hebben gewonnen. Dat ik nu 2 keer goud heb gewonnen op de Spelen. Dat is het ultieme als topsporter. Maar ik ben nog meer trots op hoe ik nu in het leven sta en hoe ik alles doe.